Hallo allemaal en een goedemorgen en welkom terug. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een echte fanboy, een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld, of all time. Ik vind Femke Halsema helemaal super fantastisch. Dit is een leuke foto, hè? Kijk even. Vintage Femke. Super Femke. Ik had hier al eerder een video over gedaan. En dit is een soort follow-up, denk ik dan. Dit is het parool. En dit is van Ruben Koops. Dit is van gisteren. Gemeenteraad stemt in met algeheel vuurwerkverbod. Het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk. Dit is geschiedenis. Dit is ongekend. De raad steunt de plannen om nog dit jaar een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk af te kondigen in Amsterdam. Sterretjes uitgezonderd. Ik ben heel nieuwsgierig wat ze gaan doen met supermarktvuurwerk. Dat maakt lawaai, dat knalt. Maar daar zit geen buskruid in. Dat kunnen kleine kinderen gewoon kopen in de supermarkt. Dus ik vraag me af of dat er ook onder valt. Ik denk dat, weet je, die kaarsen en die dingen die ze daar verkopen, ik denk dat die gewoon mogen blijven. Maar goed. Een door vuurwerk vernield bushokje in Amsterdam. Ik denk als je gaat kijken naar vernielde bushokjes, die zijn razend populair. Mensen vinden het vreselijk leuk om die bushokjes te vernielen. Maar ik denk dat ze veel vaker gewoon door dronken gekken en vervelende mensen vernield worden dan door vuurwerk. Dat denk ik. Ik weet dat niet zeker. Ik heb daar geen cijfers over. Een routekaart naar een vuurwerkvrij Amsterdam, die burgemeester Femke Halsema had opgesteld, kon donderdagmiddag op ruime steun rekenen, waarmee het vuurwerkverbod er dit jaar gaat komen. Die ruime meerderheid, dat is ruime meerderheid in de gemeenteraad. Dat zijn de mensen waar zij mee werkt. Even kijken of we ergens een plaatje van haar in die gemeenteraad kunnen vinden. Als ze aan het vergaderen is bijvoorbeeld. Met die mensen in de gemeenteraad, hebben we dat? Dat hebben we niet zo te zien. Als ik doe Femke Halsema gemeenteraad. Kijken wat we dan krijgen. Leuke foto. Ja, hier. Hier zit ze in de gemeenteraad. Hier bijvoorbeeld. Wat de hel? Waar ben ik beland? Wat voor gekken zijn dit? Hier is in overleg met iemand van de politie. Hier zit ze aandachtig te luisteren naar mensen. Wat een leuk mens is zij, hè? Hier is ze in de gemeenteraad. Hier zit ze in de gemeenteraad. Dit is wanneer ze pas de burgemeester is geworden. Ik was vroeger op zich geen fan van Femke Halsema. Ik ben een fan van de burgemeester. Ik ben fan van burgemeester Femke Halsema. Kijk nou, is toch fantastisch dit met die ketting om. Anyway, die ruime steun die geldt voor de gemeenteraad. Ik denk dat als je Amsterdammers gaat vragen wat ze willen, ik denk dat er een dikke meerderheid wel vuurwerk wil afsteken. Een dikke meerderheid. Maar ja, wat Amsterdammers willen, dat doet er hier even niet zo toe. Hoewel het kabinet dit jaar alleen knalvuurwerk en vuurwerkpijlen schrapt en het overige vuurwerk nog wel gewoon te koop is, gaat Halsema alles uit de kast halen om het afsteken van vuurwerk te beperken. Hiertoe stelt zij de komende maanden een handhavingsplan op. Diverse kleinere evenementen en vuurwerkshows moeten jongeren verleiden om geen rotzooi te gaan trappen op oudejaarsavond. Mevrouw de burgemeester, dat gaat niet lukken. Jongeren gaan altijd rotzooi trappen op oudejaarsavond. En vergist u zich niet, deze straat daar wemelt het van de toeristen. En die zijn altijd dronken en helemaal uit hun bol en allerlei vormen van drugs. Die doen dat 10 keer zo erg op oudejaarsavond. Ook de handel wordt aan banden gelegd door zoveel mogelijk vergunningen voor het verkopen van vuurwerk niet langer te verlengen. Halsema waarschuwt wel dat zonder een landelijk totaal verkoop
Op dat. Dit moet zijn totaal verbod. Weer een fout in het parool. Het was slordig. Wie zou hun spellingschecker en grammatica checker en zo doen? De redactie? Een weet ik niet. Een vrijwilliger? Een stagiair? Ja. Hartsma waarschuwt wel dat er zonder een landelijk totaalverbod, dat is het te zeggen, op de handel in vuurwerk er waarschijnlijk nog genoeg knallen te horen zullen zijn bij de komende jaarwisseling, omdat de naleving van het afsteekverbod moeilijk te handhaven is. Als je niet de verkoop, dus niet totaal verkoopverbod moet dat zijn. Het is heel warrig. Ruben. Doe er nou wat aan. Ik blijf godverdomme jouw artikelen corrigeren. Veel partijen in de raad hebben toegezegd hier begrip voor te hebben. Nou, daar zijn we heel blij mee. Dat ze daar begrip voor hebben. In die andere video heb ik het al een beetje op de hak genomen dit. Ik ben niet zo'n groot voorstander van dingen ruksigloos verbieden. Er zijn gewoon een hele hoop mensen die vinden vuurwerk fantastisch. En ik vroeger, toen ik jong was, vond ik het ook helemaal fantastisch. Maar ik vier oudejaarsavond altijd binnenshuis. Mevrouw de burgemeester, want god, vanaf dat ik zelfstandig woon en niet meer bij mijn ouders woon, hebben wij katten. Dus wij hebben al 30 jaar katten. Nou, hoe langer. Onze katten die kunnen er gewoon, ja, eigenlijk over het algemeen helemaal niet tegen. Dus ik zit oudejaarsavond altijd binnen, want ik vind het zo zielig voor die beesten. En als ik naar buiten ga, dan ben ik een uurtje buiten, misschien een beetje om me heen aan het kijken en dan weer binnen. En als ik buiten ben, ja, dan ben ik met een jong kind op stap. Dus dan ben ik broodnuchter en heel erg alert. Omdat je met kind rondloopt. Dus ik ben niet aan het drinken en aan het feesten. Ik loop een rondje en wens mijn buren een gelukkig nieuwjaar. Daar houdt het een beetje mee op. Ik denk dat hier dan ook, ja, heel veel weerstand op gaat komen. Maar je moet proberen, denk ik, om weet je wel, a cloud with a silver lining. En mevrouw de burgemeester, dat wilde ik vanmorgen toch even kwijt. Tadaa! Daar zijn ze dan. En deze twee heren, die zijn nieuw. Onze oude poes is per vorig jaar verhuisd naar mijn ex-vrouw. Daar had ze een veel groter balkon en heel veel meer ruimte. En toen hebben mijn lieve dochter en ik deze twee heren gered. Deze grote grijze hier. Die zat opgesloten in een kamer. Die woonde in een huis waar een kind vreselijk allergisch was. Dus die zat maar in zijn eentje in die kamer. Dat was hartstikke zielig. En deze die zat in zijn eentje op een zolder. Gewoon een hele kale zolder. En dat vonden we zo zielig dat we zeiden, oké. Maar wij gaan die twee katers redden. Waarom hier 25, 7, 19, 98? Ik snap niet zo goed hoe dat is misgegaan. Iemand heeft iets geks gedaan met een camera. Maar goed, mevrouw de burgemeester, namens deze twee heren, hartelijk bedankt. Want deze twee heren hebben dit jaar voor het eerst vuurwerk meegemaakt. Ze zijn alle twee niet oud genoeg om het al eerder mee te maken. En ze vonden het afschuwelijk. Ze zijn de hele maand in december, want dan is het al gewoon de hele maand knallen, helemaal van slag geweest. Op oudejaarsavond voelden ze zich alle twee absoluut waardeloos. En zelfs de weken daarna waren ze nog helemaal van slag. Het was echt beslist niet goed voor ze. Dus ja, ik vind vuurwerk hartstikke leuk, maar ja, voor mij heeft dit geen impact, zeg maar. Ik vierde het toch al niet. Ik denk dat heel veel mensen dit helemaal oneerlijk vinden en helemaal niet leuk vinden. Maar deze twee heren, die vinden dat helemaal fantastisch. Dus namens onze katers, namens onze katten, mevrouw de burgemeester, hartelijk dank. Ik denk dat ze daar heel gelukkig mee zullen zijn. En voor ons, ja, dat is natuurlijk wel leuk, weet je, dat er niet zo vreselijk veel knallen en lawaai is die hele maand december. Want die arme beesten die zijn gewoon 2 maanden helemaal van de kaart. Dus dan kunnen wij rustig binnen met de katten wat meer champagne drinken. En dat is voor ons ook wel leuk.
Nogmaals, ik ben het niet eens met dit soort dingen ruksigloos verbieden. Maar voor hun is het natuurlijk wel beter, want ze worden er helemaal gillend gek van 2 maanden lang. En als jij ieder jaar 2 maanden helemaal van de kaart bent, dat is natuurlijk niet best. Dus hartstikke bedankt namens onze lieve katers. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.